ik ga geen strategische vergezichten presenteren, grafieken en tabelletjes en dat soort zaken, omdat die vaak voor heel veel interpretaties vatbaar zijn. En je moet eigenlijk goed de situatie achter de cijfers kunnen kennen voordat je iets over cijfers gaat zeggen en daarvan gaat vinden. Strategische vergezichten ook niet, omdat wij zijn geworden wat we zijn, min of meer door toeval. Wat waren we? We waren het grootste callcenter, de grootste kaartverkoper van Nederland via de telefoon. En 2 jaar geleden werden wij de beste webwinkel voor cultuurtickets van Nederland. Dat heeft zich in een paar jaar voltrokken. Ik zal even uitleggen wie wij zijn. Wij zijn de Phantom Phone, opgericht door Joop van den Ende toen hij de Phantom of the Opera naar Nederland haalde. De eerste productie waar wij voor verkochten waren de Chippendales. Maar daar willen we niet graag aan herinnerd worden. Dus het is de Phantom Phone. We zijn eigenlijk een jaartje eerder begonnen, maar daar mogen we niet over praten. Toen zijn we langzaam veranderd in de reserveerlijn. Gingen van den Ende ook andere producties verkopen dan van zichzelf. Toen werd het internationaal, Top Ticket Line, reserveerlijn deed niet zo goed in Duitsland en in Spanje. En uiteindelijk C-tickets, en dat zijn we nog steeds. We zijn even verkocht geweest, we zijn weer teruggekocht. Nou, zal ik u niet meer vervelen. Wat verkopen wij? Wij verkopen eigenlijk voor alles wat entertainment is, waarbij we met name heel groot zijn in musicals. Natuurlijk alle van den Ende producties, ook Soldaat van Oranje, Albert Verlinde, noem maar op. Grote familieshow, Studio 100, inmiddels ook weer een grote positie in dance. Sport, WK hockey binnenkort, comedy. Dus eigenlijk theaterticketing in brede zin en grote evenementen. We zijn minder groot in popconcerten, daarvoor moet je bij Ticketmaster zijn, Live Nation. Alhoewel we dan wel Vrienden van Amstel verkopen, gelukkig. We verkopen dus voor allerlei soorten partijen. Dat is verder niet zo interessant. Althans niet voor u waarschijnlijk. En in allerlei soorten zalen. Maar we doen meer dan alleen tickets verkopen. We verzorgen kassa's op locatie. We scannen. We hebben een klantenservice. We zorgen in principe dat een organisator met zijn evenement bij ons terecht kan. Voor alles wat hij nodig heeft. Dat hij zich kan bezighouden met het evenement. En we doen ook nogal wat marketingondersteuning. Daar kom ik zo op. We doen een database. We hebben een enorme database met ongeveer 50% van de Nederlandse huishoudens erin. We doen heel veel online marketing, promotionele ondersteuning, affiliate netwerken. En dat is eigenlijk allemaal de laatste jaren gegroeid. Want wij waren gewoon een callcenter. En bij ons werd de telefoon aangenomen en we werden kaartjes verkocht. En dat was het. En opeens, dit zijn alle kanalen, kan ik doorheen. Opeens verkopen wij nu 70% van onze tickets online en nog maar 30% via de telefoon. En dat was 4 jaar geleden andersom. En dat is een beetje, hoe is dat gebeurd? Dat is gewoon gebeurd omdat het zo ging. Ja, dat klinkt een beetje stom misschien, maar dat is wel zo. Er is geen bewust beleid. De theatersector is een conservatieve wereld. Je moet je kaartje op de ijskast kunnen plakken. Dus een e-ticket is niet leuk. Dat mocht niet. Wij mochten ook heel lang geen e-tickets versturen, terwijl we wel een website hadden. We hadden de website omdat het moest. We waren de eerste partij in Nederland waar je online tickets kon bestellen. Maar we deden er niet zoveel aan, want het ging uiteindelijk om de telefoon. Je moet die vragen beantwoorden. Dus service aan de klant, daarom hadden we het. Maar toen gingen wij verkopen doen voor Sensation van ID&T in de arena. 50.000 man. En dan kan je het niet meer aan met je 120 operators. En dan hadden we 120 mensen achter de telefoon zitten. En die lijnen die klapten er natuurlijk voortdurend uit. We hadden die website, nou die lag helemaal binnen 2 minuten op zijn gat, omdat niemand daar ooit goed naar omkeek. En toen hebben we gedacht van wacht even, dit gaat niet goed. En toen zijn we goed naar die website gaan kijken. En een paar jaar, we hebben Sensation 5 jaar verkocht. Het eerste jaar dat ik erbij was in 2008. Het jaar daarna deden we het weer, toen ging bijna alles nog telefonisch. En toen opeens zagen we dat we met 120 operators 5.000 kaarten in een uur verkochten en de andere 45.000 waren via de website gegaan. Toen dachten we van god, we moeten misschien toch eens wat vaker naar die website kijken. Niet alleen naar stabiliteit, maar sowieso. Wat kunnen mensen daar? Kunnen mensen zich daar prettig bewegen? En je ziet het ook bij verwerking van acties, dat een website een veel beter kanaal is, een goedkoper kanaal voor ons dan telefoon. Dus langzaam maar zeker is dat gegroeid en we kijken steeds meer naar die website. Ik zal het niet gaan hebben over conversieverhoging en wat je kunt tweaken en doen aan je website om dat te doen. Omdat wij er zelf niet zo heel veel aan kunnen doen, gedeeltelijk. Onze reserveringssoftware komt van een Australisch bedrijf.
Dus wij kunnen heel hard gillen dat we iets willen, maar dan moeten we altijd maar hopen dat het ook lukt. Want wij zijn niet een van hun grootste klanten. Ze hebben een Australië monopoliepositie, dus het is altijd een beetje kijken van hoe ver komen we. En als we lang genoeg zeuren kan, dan wordt worden veranderd. Maar goed, dus ik vond het niet zinvol om daarover te praten. Alhoewel daar natuurlijk wel veel over te zeggen is. Wat is de impact geweest van het feit dat wij zijn veranderd van een callcenter in een webwinkel? Voor mij de voornaamste impact is dat we zelf hebben leren nadenken. En dat we zelf ons als merk hebben moeten leren profileren. Als callcenter van de ende communiceert het nummer. De telefoontjes worden aangenomen en prima, de kaartjes worden opgestuurd. Als webwinkel geldt dat natuurlijk steeds. Van de ende of welke producent dan ook communiceert een URL waar wij achter hangen. Maar je moet natuurlijk zelf ook heel veel doen om te zorgen dat je wordt gevonden. Dat in zoekresultaten, dus je moet je met AdWords bezighouden. Je moet je met zoekmachine optimalisatie bezighouden. En je kunt zelf, hebben we ontdekt, ook klanten aan je binden. Wat wij als callcenter natuurlijk niet konden. Je ging niet vragen van God, mag ik uw naam hebben? Dan kan ik u misschien nog eens bellen in de toekomst. Als je een kaartje online verkoopt, kun je dat natuurlijk wel vragen. Dus wij kijken ook heel erg van wie kunnen we zelf het opbouwen van een eigen database. En daar kunnen we dan e-marketing mee bedrijven. Wat is nog meer? Ik heb daar testen opgeschreven. Natuurlijk kun je je website testen, AB testen en alles. Maar wat wij als een heel praktisch probleem hebben ervaren, en steeds meer, wij moeten zelf testen. De ICT-afdeling levert een upgrade van de website op en zegt dan tegen de marketingafdeling, jullie weten wat die klanten willen, dus jullie mogen gaan zitten testen. En dat levert een enorme beslag op de mensen bij ons op. Maar als we het niet goed doen, worden we er meteen voor gestraft, omdat je dan, zodra de nieuwe upgrade live gaat, er dingen fout gaan. En dan wordt er bij de ICT-afdeling gezegd, ja, jullie hebben niet goed getest. En dan zeg ik, ja, maar als ik een fiets koop, dan hoef ik toch ook niet te gaan proefrijden voordat hij het goed doet. Ze zeggen, jawel, maar wij leveren een basisversie op die goed is. En het is aan jullie om te zorgen dat het echt goed wordt. Dat heeft een enorme impact op een organisatie. En verder een teken van ICT, van het feit dat we online werken, dat we social media hebben, is dat ik in ieder geval bijna wekelijks door consultants wordt gebeld die mij wat willen verkopen en die een goed advies hebben over hoe we dingen moeten doen. Wij houden heel veel dingen af. Ik zeg over het algemeen, als ik een goed gevoel heb bij iemand aan de telefoon of die is me aangeraden van nou laat ik je praten en als het wat is, dan gaan we met een partij in zee en daar werken we dan een tijd mee samen. Maar goed, er is dus heel veel veranderd, want wij zijn als bedrijf heel erg georiënteerd van dat is het callcenter, daar zitten de mensen die het in het systeem zetten, daar zitten de sales en de marketingmensen en dan hebben we nog de administratie en de mensen die het kassa-team doen. Eigenlijk klopt die indeling niet meer zo goed, want we hebben zakelijke klanten, de producenten die ons hun handel moeten geven, die wij kunnen verkopen, en we hebben consumenten als klanten. En je zou je bedrijf dus eigenlijk veel meer moeten inrichten en daar groeien we ook langzaam naartoe. Die afdeling houdt zich met de zakelijke klanten bezig en die afdeling houdt zich met de consumenten bezig. En dat is een langdurig proces, dat is een ingewikkeld proces. Er werken bij ons bedrijf heel veel mensen al heel lang en die zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. En dat moeten we langzaam gaan veranderen en dat is lastig. En we hebben ook ander soort mensen nodig, want we moeten marketing zelf gaan doen en dat deden we in het verleden niet. Dus waar we eerst veel meer operationele mensen hadden, hebben we nu veel meer communicatie- en marketingmensen. En dat moet dan allemaal samengaan met het hele grote operationele stuk wat we nog wel hebben. Natuurlijk. Het callcenter blijft belangrijk voor ons, want er blijven heel veel vragen binnenkomen. Dat betekent wellicht dat wij onze frequently asked questions niet goed op orde hebben en dat die beter moet. En dat we een chatfunctie zouden moeten hebben, zoals je bij veel websites ziet, en ook de vorige spreker. Maar we zien dat er nog steeds heel veel wordt gebeld. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de inkomsten van belminuten, maar die inkomsten staan onder druk. Dus dat is een lastig spel. Blijven we het callcenter een rol geven en hoe toch op een manier dat we daaraan kunnen verdienen. En het callcenter krijgt sowieso een andere rol, en daar kom ik zo op. Dat heeft veel meer met social media te maken, dat het veel meer inderdaad een klantenservice en mensen helpen met vragen en klachten die op social media natuurlijk meteen aan de oppervlakte komen, die dan op uitingen van de marketingafdeling, die zullen vaak bij het callcenter dan weer binnenkomen. Nou ja, social media, wat doen we daarmee in de webwinkel? We doen er best veel mee. We hebben een grote Facebook-community van ongeveer 125.000 likes.
Die hebben we gewoon opgebouwd door het op zich vrij makkelijk te doen. Je looft prijzen uit waarbij mensen tickets kunnen winnen en dan liken ze je. Maar we zien ook dat we een redelijk hoge interactie hebben, dat mensen wel met ons bezig zijn. En de truc wordt nu voor het komende jaar om te zien hoe houden we ze. We hebben nu een soort massa waarvan ik zeg die is oké. En het is heel leuk om een hele grote bult Facebook-volgers te hebben. Maar als ze niks met je doen, heb je er ook niet zo heel veel aan. Dus we moeten in gesprek komen. Dat wordt een belangrijke uitdaging voor het komende jaar. We zien dat die Facebook-volgers heel erg met musicals bezig zijn. We zijn echt een musical-platform op Facebook. Maar wat doen we met onze dance-klanten? Wat doen we met de sportklanten? Daar ben ik nog niet uit. Daar gaan we heel goed over nadenken. Maar we zien wel dus dat het helpt. Het houdt mensen betrokken bij ons bedrijf. Ze vinden het leuk als we erop posten dat we zijn verhuisd. Om maar wat te noemen. Hoe ga je om met de verschillende social media kanalen? Wij gebruiken er drie. Twitter is eigenlijk een veredeld klantenservice kanaal. Facebook als community. En Instagram, als ik de kranten goed begrijp, is het met Facebook gebeurd over een jaar of twee. Instagram is nu de nieuwe. Daar zitten we een beetje op. Maar wat kies je wel, wat kies je niet, is een lastig verhaal. Ik weet het niet precies. Ook daar zul je een beetje op je gevoel af moeten gaan. Ik lees overal Google+. Daar doen we nog niet zoveel op, moet ik eerlijk zijn. En veel van onze klanten zitten er ook niet op. Dan, de mobiel internet, mobiele website wordt natuurlijk steeds. Voor ons is dat nu nog aanvullend. We hebben heel goed nagedacht, willen we een app of willen we een website? Wij willen een website. Wij zijn ervoor om transacties te faciliteren. Dus wij hebben er veel meer aan dat producenten een eigen app hebben waarin ze een doorlink naar onze website zetten, dan dat wij zelf een appje hebben. Want het merk C-Tickets zal bij nog niet heel veel mensen echt een heel bekend merk zijn. De noodzaak om C-Tickets als app op je smartphone te zetten is nog niet zo groot. Tenzij je bij ons echt alles zou kunnen kopen wat er te kopen is. Maar wij hebben ook niet de budgetten om ons merk zodanig neer te zetten. Dus wij kiezen ervoor om aanvullend om een website die ook voor alle apparaten toegankelijk is te hebben. En we zien dat die langzaam een beetje begint te groeien. Wat is een van de grote dingen die daar weer ingewikkeld is? Responsive design. Het moet natuurlijk op al die verschillende apparaatjes er goed uitzien. Dat klinkt leuk, dat eisen ook al onze klanten. Maar dat is nog een hele klus, want ook daar moet je weer veel testen. Het is een gegeven dat het op sommige apparaten gewoon niet goed werkt. En daar krijg je dan natuurlijk klachten van binnen. Maar daar zijn we wel druk mee bezig. Dan is er nog iets wat wij heel erg merken, dat we op onze desktop in onze website functionaliteiten hebben die niet, althans heel moeilijk zijn te vertalen naar een mobiele website. Daar zijn we druk mee bezig. Een iframe, dus dat betekent dat wij in onze webpagina van onze klanten ons winkeltje hangen binnen hun website. Dat kan op de desktop wel, waardoor de consument het gevoel heeft dat hij op de site van Van den Ende blijft en niet bij ons zit. Een iframe in mobiel is mij in ieder geval door onze ICT-mensen verteld, is heel erg moeilijk. En dat maakt het dus heel erg ingewikkeld om bepaalde klanten die dat dan eisen, om daaraan tegemoet te komen. Verder zien we natuurlijk wel voor mobiel, in ieder geval voor onze business, het biedt flexibiliteit. Het kan goed zijn in fraudebestrijding, omdat het is moeilijk om mobiele tickets door te verkopen. Je hebt hem altijd bij je, je hoeft als klant niet meer een e-ticket. Dat doen wij nog mondjesmaat. We hebben ook nog geen mobiele tickets. We hebben een samenwerking met een partij, MyOrder, die dat wel heeft. Onze eigen mobiele tickets zullen er komen dit jaar. Dus daar zijn we mee bezig. Maar dat is nog, staat eigenlijk nog in de kinderschoenen, als ik heel eerlijk ben. Nou ja, toch wel iets, een paar grafiekjes, dat hoort een beetje bij een presentatie. Dit is heel ons verkeer. 80% vorig jaar desktop, groen is tablet. Nou, je ziet, en oranje is mobiel. Je ziet dat de tablet is verdubbeld. En dat gaat voornamelijk ten koste van de desktop. Op onze tablet is overigens de desktop site te zien, niet de mobiele site. Of op onze tablets. Op tablets is onze desktop site te zien. We zien de conversie voor wat het waard is, gemeten zeg maar over al het verkeer wat bij ons binnenkomt en wie er uiteindelijk bestellen. Dus voor onze desktop site 10%. Het varieert een beetje tussen de 9 en de 11. Het is bij ons natuurlijk heel erg afhankelijk van het soort producties wat wij in de verkoop hebben. Hoe populair zijn die? Zijn er allemaal aanbiedingen gedaan? Dus je kan eigenlijk niet het ene jaar met het andere vergelijken. Van concurrenten heb ik geen cijfers, maar binnen onze groep van ticketingbedrijven van Van den Ende doen wij het goed. Op onze tablets, bij de tablets is de conversie ongeveer 5-6%. Wellicht is dat zo, omdat
mensen de tablet iets meer gebruiken om te oriënteren en daarna kopen. Ik weet het niet, ik heb het niet onderzocht. En bij de mobiele site is die nu ongeveer 2,5%. De verwachting is natuurlijk wel dat dat mobiele stuk heel erg zal groeien dit jaar en de komende jaren. Natuurlijk, daar hoef je verder ook geen helderziende voor te zijn. Maar hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, weet ik niet. Dus onze conclusie, mijn conclusies, wij hebben het allemaal proefondervindelijk ondervonden. We zijn gegroeid doordat we dingen hebben geprobeerd, doordat er dingen op ons af zijn gekomen. En zo is het een beetje gegaan. We nemen ons eigen tempo, worden natuurlijk hard opgejaagd door klanten. Die zeggen, je moet dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo. Dat is een ingewikkeld spel en dat proberen we goed te spelen. En ze zien nu ook gelukkig, bijvoorbeeld doordat wij onze Facebook het afgelopen jaar zo groot hebben gemaakt. En ze zien dat er veel interactie is, dat we er ook wel iets van begrijpen hoe we dingen moeten doen. En dat was in het verleden niet zo, want wij verkochten gewoon de tickets en klaar. En je moet een beetje keuzes maken. Dat is natuurlijk lastig, geldt ook een behoorlijke open deur. Maar met alles wat er op je afkomt en om je heen gebeurt, is het denk ik heel belangrijk om te zeggen, wij gaan nu die weg in en die gaan we even een tijdje volhouden. En natuurlijk moeten we dat bijsturen op een gegeven moment als we merken dat dat niet werkt. Maar je moet je volgens mij niet te snel in deze tijd waar alles ongelooflijk snel gaat en verandert. En de social network dit en zo, zup en zo. Om dat allemaal maar meteen, je moet je eigen pad bewandelen en dan gaat dat volgens mij een stuk beter. Ja, interne cohesie is niet helemaal een goede kreet. We hebben natuurlijk intern ook, dat heeft een beetje met die organisatiestructuur te maken waar ik het net over had, enorme discussies over, ja maar zus of zo. En de manager van het callcenter vindt natuurlijk, nou ja, hoe krijg je iedereen een beetje dezelfde kant op? Ja, eigenlijk alleen maar doordat ze gewoon zien dat er op internet heel veel verkocht wordt en dat het werkt met een mobiele site enzovoort. Maar dat geeft veel discussies en dat is een punt waar je wel veel aandacht aan moet besteden.